Bij Promens aan de Einsteinstraat in Zevenaar is vrijdagochtend tegen 6 uur brand ontstaan. De brand sloeg uit het gebouw. Er was een grote rookontwikkeling. Volgens getuigen waren er continu explosies te horen. De brandweer vermoedt dat er gasflessen zijn ontploft. Gevestigd in 1948 ontwikkelde Promens Zevenaar zich van een pionier op het gebied van verwerking van plastics tot een internationale leverancier van technische producten. De afzetmarkt van Promens is de automotive-industrie. En overige technische producten, waaronder veel kunststof, onder andere de cosmetica-industrie. Lange tijd bleef het daarom zeer onduidelijk in welke mate de lucht verontreinigd kon zijn met schadelijke stoffen. Er werd ook snel door de hulpdiensten opgeschaald naar een zeer grote brand met de hoogste prioriteit. Een zogeheten grote calamiteit met een noodscenario. De Zevenaarse brandweer kreeg assistentie van collega's uit onder meer Arnhem, Rhede, Ede, Groenlo, Nijmegen en ook uit Winterswijk. En ook vloog er een politiehelikopter boven het bedrijventerrein. Burgemeester De Ruiter van Zevenaar heeft de bevolking opgeroepen ramen en deuren te sluiten en niet naar de brand te gaan kijken. En toch negeerden veel mensen dit advies. Rondom de randplek was het dan ook bijzonder druk. Later is duidelijk geworden dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Wel zijn asbest voorzorgsmaatregelen genomen. Alle auto's op het terrein zijn afgespoten voor de zekerheid. Veel leerlingen in Zevenaar en de directe omgeving kregen van hun school een sms'je met het advies om thuis te blijven vrijdag. Andere scholen gingen wel gewoon open omdat de rookwolk richting Didam trok. Wel bleef die helikopter de rookwolk goed in de gaten houden. De enorme rookwolken boven het gebouw waren in de ruime omtrek te zien. Er waren zelfs meldingen uit onder andere Doesburg dat daar asdeeltjes naar beneden kwamen. Omdat Promens dicht bij het spoor ligt, was het treinverkeer langs Zevenaar compleet stilgelegd. Veel reizigers tussen Doetinchem en Arnhem stonden ruim een uur op het station in Zevenaar te wachten op vervangend vervoer. De gemeente Zevenaar heeft een speciaal nummer ingesteld voor mensen die toch nog vragen hebben over de eventuele schadelijke gevolgen van deze brand. Die kunnen contact opnemen met telefoonnummer 026 377 5460.